We zijn hier even lekker druifjes aan het eten. Zeg maar welkom bij een nieuwe vlog. Welkom bij een nieuwe vlog. Mama. Oh ja, ja. Ja, welkom. Leg je die op, babytjes? Mama heeft, ik heb een half uur geleden mijn eerste medicatie genomen. En ik niet. Ik heb morgen, ik ben ziek was, heb ik medicatie genomen. Heel veel. In de avond. Ja, in de ochtend. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ja, dan ga je meteen opletten. Wat voel ik? Wat denk ik? Wat zie ik? Wat merk ik? Wat doe ik? Ik weet het niet. Mama? Wat ik nu vooral voel, is dat ik heel moe ben. Ik vind allemaal, ik vind deze lekker en deze lekker. Vind je de rode het lekkerst of vind je de groene het lekkerst? Allebei het lekkerst. Ja, ik vind de rode namelijk wat zoeter. Oh, jij ook. Mama! Ik heb hier al. Huh? Ja. En de groene vind ik wat... knapperiger. Ik vind de groene wat knapperiger en ik vind de rode wat zoeter. Ja, we delen onze mening. Weet Jess ook nog? Ja? Wil je nog meer? Wil je meer eten? Wil je nog meer? Die? Mama, waar is mijn fiets? Jouw fiets staat buiten. Dus ik hou jullie op de hoogte van wat er allemaal gebeurt. In het nemen van medicatie. Ik weet even niet welke het is. Ik begin met een M. Ik zal het even laten zien. Met heel veel dat. Gaan we zo meteen lekker bakfietsen? Allebei kijken. Gaan we zo meteen bakfietsen? Ja, met jullie schortjes aan. We hebben twee boterhammen gegeten, hè? Gaan we dan lekker zo fietsen? Of wil je buiten spelen? Wil je nog een druifje? Huh? Ja, oké. Okay. Bye. Krijg ik allemaal spuitjes? Nee, één spuitje. Zijn we bij... Waar zijn we ook alweer, Libby? Bij... Kaatsiebureau, hè? Krijg ik allemaal spuitjes. Zitten jullie in dezelfde pyjama's allemaal? Wat zien jullie er prachtig uit? Ja! Yeah. We hebben weer een lekker date night. Wat gaan we eten? Oeh, dat ziet er nu al lekker uit. Het is bread, hè? Wat is het? Oh, smoky poop chicken taco. Echt vet lekker. Ja. Een hele goede morgen. Het is zaterdagochtend. Steven en ik hebben gisteravond echt een superleuke challenge gedaan. Maar het was wel interessant, want halverwege, halverwege wisselden we om. Met, want ik werd wat misselijk met het geblinddoekte taart maken. En we draaien het om. En de challenge was dat je alleen maar met handen mocht zeggen.
moest helpen of begeleiden wat hij moest doen. Maar dat lukte me gewoon niet. En ik kwam echt keihard mezelf tegen van ook controle willen hebben. Dat de taart goed moest zijn en dat... ik werd er een beetje gestrest van. Dus het was eigenlijk wel een beetje eerder een confrontatie dan dat ik het dacht van... Het was echt super grappig, super leuk. Maar ik ging meteen in de reflectiemodus van wat ik beter had kunnen doen, wat ik niet goed deed. Nou ja, ik heb even Too Good To Go opgehaald. Echt heel veel brood. Die gaat lekker in de vriezer. Het is zaterdagochtend. Stefan moet vanmiddag en vanavond de hele dag weg. Morgen de hele dag weg. Wee! Dus ik heb lekker het weekend de kids. Dus ik zie dat deze trui echt mega vies is. Ik moet even mijn medicatie nemen. Dat ben ik vergeten, denk ik. Ik ben weer afgeleid. Ja, hoe gaat het nu? Na een halve week medicatie? Ja, ik heb gewoon een werkdag kunnen hebben zonder dat ik na 3 uur al helemaal op was. Hoofdpijn of kon gewoon in een meeting blijven luisteren. In plaats van dat ik helemaal... Door draaide. Alleen nu merk ik wel dat ik, omdat ik meer focus heb, dat ik minder luister naar mijn lichaam en dat mijn lichaam nu weer heel erg pijn doet. Moet die balans nog even vinden. Maar verder, ja. Weet ik niet zoveel. Ik denk, ja, het doet wel zeker weten wel wat. Dat is denk ik mijn grootste shift die ik ervaarde toen ik donderdag moest werken. Ja, ben benieuwd. We keep on going. Hier ruiken. Ja, dit is het resultaat van de taart die we gemaakt hebben. Mama, ik wil ruiken. Taart? Ja, ik wil die hebben. De cheesecake. Lou doet altijd met een labeltje langs zijn wang. Ja, nou heb je het labeltje van de teken gevonden. Is die mooi? Oh. Zo interessant en grappig om te zien hoe kinderen hun habits van soothing ontwikkelen. Hij heeft dat echt veel meer dan de meiden. Ook zijn knuffeltje heeft hij. Het was gisteren een zware dag voor jullie. Jullie hadden maar 1 uurtje slaap op de hele dag. Nou zijn we aan het chillen. Het is maandagochtend. Ja. Hi, schatje. Jess heeft zaterdag tussen een muur gezeten met de wagen en de hand. Dus hier heeft ze echt heel veel pijn. Ja, dit is een camera. Oh, nou zijn ze allebei geactiveerd. Ik ga maar lekker zitten, televisie kijken. Maar ze houdt gewoon alles wel heel goed vast. Dus, maar ja, zo'n schaaf vond het echt zeer. Dus dat is echt super zielig. Kijk dan. Man. Ja, dat is het enige met kinderen. Als je die hebt, als ze zich pijn doen. Oh, voel je zo machteloos. Maar ja, het gebeurt nu helaas. Oh ja, dit is zijn favoriete stukje. Dat is de olifant. Zij vinden het filmpje Baby TV. En dan de goodnight voor het slapen gaan. Helemaal geweldig. Dat is 10 minuten. Heerlijk van dit soort muziek. Maar dan die olifant gaat nu vallen.
Die vallen. Dat glimlachje is zo grappig. Oh, ja. Knuffelen. We zijn zo moe. Gaan jullie zo meteen maar lekker naar bedje. Hatsjoe. Gezondheid. Lulu. Krijgt Jess een kusje? Hier, Jess. Daar is Jess. Hier, kusje. Daar. Kusje. 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 Knuffelen. Kusje, kusje. Kusje, ai. Ai. Nee, die is van Jess. Oké, dat gaat dus anders. Nee, die is van Jess. Dat is Jess de spin. Jij hebt jouw spin. Kijk hier, jij hebt jouw spin. Daar. Ham. Ham. Ze is moe. Ik ga dat zo even lekker een beetje brengen. Hopla. Hoi, mooi meisje. Ik hou van jullie. Lou houdt van dekens knuffelen. Kiekeboe. Hoi, knuffelen. Lekkere content dit. Maar het zijn mijn schatjes. By the way, een basisschool uitzoeken. We hadden gewoon één basisschool gevonden en uitgezocht. We hadden een zorgteam overleg gehad bij Libby op school. Op de Kniphoog. Dus een speciale doof en slechthorende schooltje. En die gaven toch wel aan dat het misschien handiger was voor haar om in een kleinere klas te komen. Dus we zijn nu even aan het zoeken naar scholen. Lekker voorbereid. Ze wordt al 2 maanden 4. It's gonna be okay. Ik denk, ja, dan geef ik wel thuisonderwijs als het moet. Maar ze krijgt vanmiddag krijgt ze nog een onderzoek in het AMC. Bij het VU. Bij de audioloog. En dan kijken hoe het gaat met haar gehoor en ruis. Dat was ik nog heel benieuwd naar. Dus ja. Ik ben nu echt naar heel veel scholen aan het kijken. Ik wil eigenlijk geen combinatieklassen. Want dan heb je heel vaak dat er, als je werkt, dat de andere klas instructie krijgt. Dus is het bijna niet stil in een klas voor concentratie. En Libby vindt concentreren naar executieve functies. Ja, dat vindt ze nog wat lastig. Dus dat, terwijl ze echt wel heel slim is. Dus dan ja, moet je wel wat hulp hebben om je te kunnen concentreren. Dus dan ben ik toch met mijn oog als juf zijnde even aan het zoeken. Wat zou het beste bij haar kunnen passen? En aan de andere kant denk ik, ja, je moet het altijd ook gewoon kunnen zien. Want in een kleine klas kan het ook super druk zijn en chaotisch zijn. Dus je weet het gewoon niet. Dus aan de andere kant moet je het dan ook gewoon beleven op dat moment zelf. Of de klas werkt. Maar ja, we kunnen wel even wat voorbereiding doen dan om toch wel een paar scholen te zoeken. Want we hadden ons gewoon ingeschreven op een school 2 jaar geleden. Maar haar logopedisch onderzoek is wat achteruit gegaan. Dus ze maken zich er geen zorgen over. Maar het is wel een alert. Even een teken dat we alert moeten zijn op hoe dat nou zou kunnen. Ja. Ik ga hier even ook knuffelen. Mama weet jullie in mijn plat kussen. Ja. Ja, dat is Lou. Lou kusje. Lou, oh kusje. Oh Lou kusje. Nee. Die tillen. Oh ja, dank je. Goed zo, doe maar pakken. Tillen. Kom. Ja, tillen. Ja, tillen. Kom, Lulu, tillen. Daar, die pakken. Pakken. Ga je die pakken? Zo, mama geven. Zo, dank je. Dank. Kun je mama helpen tillen? Tillen.
Nee. Tille, kom. Mama helpen, Tille. Daar, kijken. Wat is dat? Tille. Die pakken. Oh, pakken, pakken. Mama helpen. Nou, de nieuwe situatie. We hebben weer upgrades, want de kinderen groeien. Stefan heeft deze draaistoelen, wat nu niet kan, want Libby gaat hier zitten, gekocht. Daar kunnen de kinderen in. En dit stoeltje hebben we gekregen. Die past er precies tussen. Het is echt een gepuzzel, maar ja, je zit erin, hè. Maar Libby moet dan hier tussen klimmen met een beetjes. En dan past zij er ook in. En dat dit mag nu, omdat zij hier tussenin steun heeft. Dus dan mag ze alleen zo'n stoeltje hebben. Anders mag dat nog niet. Ja, een heel gepuzzel en uitwerken. Maar gelukt. Gelukt. Libby is moe, hè? Libby was vannacht wakker tussen 3 en 4, 5. Ja. Ik denk dat er een engel zit bij de dekenmarkt. Want, nee. In dit geval. Maar zit daar ook alleen maar brood in? Alleen maar brood in. Dan kunnen we al onze kinderen mondjes voeden. Maar was jij de enige dan? Ik was de enige. Lekker, hè? Wow, thank you, Jesus. Oké. Is het. De dag dat alles valt. Het is vandaag zaterdag, ochtend, middag, avond, ik weet het niet meer. We zijn gisteren naar een concert geweest van Carrie Job. Vet leuk, ik ben nu helemaal brak. Maar ik ben even naar de Zeeman geweest, want ik heb de kasten uitgeruimd en geordend vanochtend. En we hadden geen ondergoed meer voor de kinderen. Maar toen kwam ik dit lekkere huispak tegen bij de Zeeman. En voor Libby. Ook haar bal. Mijn broertje is er. Die blijft de hele pitten. Want die heeft hier, dat doet hij dan. Heeft hier een festival. Of een feestje. In Amsterdam. En dan blijft hij bij ons pitten. Zo'n lekkere trui. Met een broek erbij. En dan voor Libby ook. Lekkere trui. Oversized met een lekkere broek erbij. Ik wilde heel graag weer eens een keer kleien. I don't like that. Maar goed, om voor 1,80 euro kleidoosjes te halen vind ik prima. Sokken. Sokken voor mij. Sokken voor Libby. Sokken voor de tweeling. Allemaal sokken, sokken, sokken. Toen had ik nog deze trui gezien voor Libby. En echt lekker vet oversized. 122. Ik vind het leuk als het echt te groot is. En dan mouwtjes oprollen. En voor Lou had ik deze.
Echt leuk. Leuk. Ja, en... allemaal ondergoed en nieuwe hemdjes voor Libby. Want dat was te klein. Dus dat. Ik zal zo snel mogelijk de vlog online gooien. Oh jongens, ik ben zo moe. Ik zal zo snel mogelijk de vlog online gooien. Maar het is super druk en ik vergeet het ook. Ik ben met veel dingen bezig in mijn hoofd. Dus ja. Ik zie jullie volgende keer weer. Ik sluit hem bij hier af. Hierbij af. Doeg. En we spreken elkaar weer. Bye.